zelfs op de draaischijf binnengekomen. Ik heb ze even geteld. 13 man. Waaronder Wijnand Speelman, Wendy van Dijk, daar ga ik zo meteen even mee kletsen. Iemand ook van het Rode Kruis. En Wijnand, jij hebt heel veel mensen meegenomen. Ik heb een hele familie meegenomen. Ja, ik zie het. Dit is één grote familie. Welkom in het Glazen Huis allemaal. Ja, nou ja, kijk. Waarom heb je ze meegenomen? Ik heb de afgelopen dagen heel veel verhalen verteld van mijn reis naar Noordoost-Nigeria. En ik wilde heel graag een keer een voorbeeld geven van een gezin wat herenigd is door het Rode Kruis. Nou, er staat hier een heel gezin voor je wat herenigd is door het Rode Kruis. Maar dit gezin heeft een geschiedenis. Het gezin Mousavi komen uit Afghanistan. En in 2008 is de vader van het gezin, die is in één keer verdwenen. Niemand wist nog waar hij was. Ja. Het leek wel vanaf de aardbodem verdwenen. Okay. Dus dan ontstaat er natuurlijk paniek, want waar is mijn vader dan? Ja. Ze zijn met z'n allen naar hun oom gegaan en hun oma. En 5 jaar daarna is ook hun oom en hun oma vermoord. En toen heeft moeder besloten om ook te vluchten, om weg te gaan. Ja. Ze zijn uiteindelijk in Oostenrijk terechtgekomen. Mm-hmm. In Oostenrijk kregen ze te horen dat hun vader, waarvan ze niet wisten of hij überhaupt nog in leven was, nog in leven was. En het Rode Kruis heeft het hele gezin uiteindelijk herenigd in Nederland na 7 jaar. Zo, maar even een vraagje. Hoe kreeg je te horen dat je vader nog in leven was? Nou, ik heb hier, ik zal je even voorstellen, de hele familie. Ik heb hier onder andere Negin zitten en Sadaf. Welkom in de studio trouwens. Ja, dankjewel. Ben je wat dichter bij de microfoon praten? Ja, dankjewel. Ja, want vertel Angelique, je had een vraag. Ja, want dan, het lijkt me verschrikkelijk als opeens je vader weg is. Hoe oud waren jullie toen? Ik was bijna 7 of zoiets. En ik was ongeveer 5 of 6 jaar, zeg maar. En hadden jullie in de gaten wat er aan de hand was? Want opeens was papa was weg. En wat ging er dan toen door jullie heen? Hoe was dat toen je vader in één keer weg was? Oké, wij wisten helemaal niet waar mijn vader is. Mijn vader was op één dag, hij ging naar werk. Ja. Toen hij was niet teruggekomen. En uiteindelijk bleek dat je vader 6 jaar gevangen heeft gezeten, hè? Ja, dat klopt. Want mijn vader weer gezien. Wij hebben dat alles begrepen dat mijn vader in de gevangenis was. Ja, dat hebben ze uiteindelijk te horen gekregen na vader de hereniging. In gevangenis. Ja, die is vastgehouden. Waarom? En daarna, die is door strijdende partijen opgepakt. Oh, tuurlijk, En dat gebeurt in heel veel landen natuurlijk. Is ook in Afghanistan gebeurd. Dan ga je naar werk. In één keer word je meegenomen. Heeft 6 jaar in de gevangenis gezeten. Ook niet geweten waar zijn gezin was en hoe het daarmee was. Op het moment dat hij wegging, toen was jullie moeder ook nog zwanger, hè? Mijn moeder was 2 maanden zoiets lang. Mm-hmm. Dus je vader heeft na al die jaren, toen jullie herenigd werden, ook jullie zusje weer gezien voor het allereerst, toch? Ja. Kan hij misschien, kunt u bij de microfoon komen en vertellen hoe dat was om na al die jaren uw gezin weer te zien? Ja. Kun je vragen want jij kan heel goed Nederlands. Jullie kunnen nog geen 2 jaar in Nederland, hè? En ze spreken zo goed Nederlands. Kun je dat aan je vader vragen? بابام یک چرا هم بود از این که مثلا هم دیگر دیدین وقتی که یا چرا هم گذشت کلن همین که زیف هفت یار از ما دور زمانی بود که اصلا من خود یک اصلا دنیایم دیگه شد زندگیم دیگه شد اصلا فهمیدم که من انسان هستم زمان اینا را که دیدم اصلا یک دنیای دیگه برام دست داد اصلا من از تمامی بدر تمام سازمان صلیب سرخ یک دنیا سپاس دارم واقعا اینه واقعا که واقعا اصلا اگر ما هم سالها ما اینا را نمی دیدم اینا بسیار خدمت کردن در تمام جهانی ها خدمت میکنن واقعا خدمت کردن و من از تمام مردم آلند تک تکش سپاسگزاری میکنم مخصوصا از گروپ صلیب سرخ که موفق که واقعا سالها دائم چی سرد باشه چی گرم باشه هر زمان بدر تلاش میکنه برابر صلح برابر امنیت برابر کمک به مردم واقعا من دنیای سپاس دارم بسیار تشکر میکنم بسیار زیاد تشکر میکنم واقعا ما اصلا یعنی ما تو احساس میکنم که من از یک انسان نیستم یعنی با یه حد به در زمانی کنار پیدا کردم با کمک صلیب سرخ
واقعا من سپاس میگم. کی دیت فتال؟ یا این خبر پروبیدم. یا مای پاپا زی ik heb heel veel problemen gehad en was echt heel heel erg moeilijk voor mij. En toen ik heb weer mijn familie gevonden. ik wist niet wat moet ik doen. Ik was heel erg blij. En dankzij het Rode Kruis. Mijn vader zei dat ik wil van harte bedankt zeggen aan Rode Kruis. Ze hebben ons weer bij elkaar gebracht. Wow. Sorry, ik kan niet zo goed Nederlands praten. Je doet je best, je doet het fantastisch. Ja, goed, Nicky, kun jij misschien vertellen hoe je je voelde toen je je vader weer voor het eerst zag? Ja, toen we waren nieuw in Nederland gekomen, ik was erg ziek. Ik voelde me echt niet goed. En ik was ziek en toen zeggen ze dat mijn vader in Nederland is. En ik zei echt, ik wil mijn vader zien. Hun zeggen dat niet. Je mag niet naar Nederland, je bent ziek. Als je gaat naar Nederland, je gaat dood zeker. Mm. En ja, ik was zo verdrietig. Ik moest iedere dag huilen dat mijn vader in Nederland, ik kan niet mijn vader zien. Ik zei tegen de dokter, als ik mijn vader zie, ik weet zeker dat ik ga beter worden. En ze denken dat niet. Ze denken dat ik ga dood of... Ja, ik was echt ziek. En toen ik mijn vader zie, iedereen was aan het huilen. En iedereen was zo blij met mijn vader en mijn vader ook zo. Dat was ongelooflijk, zeg maar. Ja. Wow. Dat was een prachtig moment. En het Rode Kruis is daarin heel erg belangrijk voor jullie geweest. Want het Rode Kruis heeft jullie samengebracht. Het was wel bijzonder. Ik vroeg net aan jou, Sadaf, even buiten de uitzending om. Hoe is het in Nederland? Hoe vind je het hier? Want hier is het bijvoorbeeld heel erg regenachtig. Het is soms een beetje naar weer. En wat zei jij toen tegen mij? Ja, wij zijn heel blij dat... wij zijn helemaal heel blij dat wij zijn in Nederland. Hier is in veilige land. Wij willen bedanken van Rode Kruis aan de regering van Nederland. Ja, wij zijn nu heel blij. Ik weet niet hoe moet ik dat zeggen, maar... Ja, het is zo bijzonder als je dus nagaat dat ze dik 7 jaar uit elkaar geweest zijn. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dat vader 6 jaar gevangen heeft gezeten met de vraag... wat is er met mijn gezin aan de hand? Samen met moeder, die hier ook staat met de kleine baby. Dat is echt een held. Die heeft dus haar hele gezin meegenomen... en is vervolgens met het gezin op zoek gegaan naar vader. En uiteindelijk zijn ze hier herenigd. En hebben we een gezin weer heel. En dat is van onschatbare waarde. Dat is dus wat het Rode Kruis doet. Ja. En daardoor is een gebroken gezin weer geheeld. Na alle heftige dingen die zij hebben meegemaakt. En daarom is het dus, dit is het levende bewijs van het werk van het Rode Kruis. Ja, dat is echt zo bijzonder. Mag ik jullie hartelijk bedanken dat je dit verhaal hebt gedaan. En echt zo fijn voor jullie dat jullie weer samen zijn. Ik zie je lachen en ja, wat jij ook zegt, ik herken het heel erg. Dat ik ben ooit heel erg ziek geweest en ik kwam gewoon bijna, ik was bij de buiten bewustzijn. En met het moment dat mijn vader het ziekenhuis kwam binnenlopen, toen deed ik mijn ogen open en toen was het zoiets van, oké, ik voel me weer beter. Dus ik snap je helemaal dat je zegt, het is zo belangrijk om met je familie te zijn, om je goed te voelen, om je beter te voelen. En blij. Ja. Dankjewel voor het delen van dit verhaal.